Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bauhaus ten Hoorn, Paul en Paul en Kia Autobedrijf De Beer. Moet Feyenoord tegen PSV vol op de aanval gaan spelen? Nee, want dan worden ze geslacht. Nee, dat lijkt me niet verstandig. Ik zag dinsdag Senesi nog op een gegeven moment vanaf de middenlijn een keer achter zijn tegenstander aan moeten sprinten. Dat ging niet goed. Dus ik denk niet dat dat verstandig is. Maar ik denk dat Slot het wel wil. Ja, maar dat zou zelfmoord betekenen. Dus ik geloof, Slot is een slimme trainer, want hij heeft met AZ natuurlijk ook vaak tegen PSV gewonnen, ruim zelfs een keer. Ja. Zeker wel, maar dat was wel een andere selectie. Dus ik neem aan dat Slot wel zo verstandig is dat hij dat niet de hele wedstrijd gaat doen. We gaan beginnen aan FC Rijnmond. Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Feyenoord mag het komend week einde voor het eerst een topper gaan spelen dit seizoen in de Eredivisie. Op bezoek bij de koploper van dit moment, PSV. En dat gebeurt ze allemaal in een week nadat beide Europese verplichtingen hebben gehad. We gaan erover praten en over tal van andere Rotterdamse voetbalzaken. Met Sjoerd Mossou, verslaggever en columnist van het Algemeen Dagblad. Welkom weer. Dennis van Eersel en dus Geert den Oude. Sjoerd, wat zou op dit moment een dankbaar onderwerp zijn voor een column over Feyenoord? Over Feyenoord, daar overval je me mee. Er is een discussie gaande over de Kuip, die is niet helemaal vol, gestopt met supporters. Had een onderwerpje kunnen zijn. Ik heb het overgeslagen, maar dat had gekund. En verder kom je toch een beetje uit bij de gebruikelijke bespiegelingen over de smalle selectie. Ja. Nou, gaan we allemaal over. Positie van de directeur. Ja. Kan ook altijd. Ook een dat kan iedere week. Dat kan iedere week. Ja. Gaat Jens Toornstra spelen tegen PSV? Hij heeft wat last van zijn bovenbeen. Moest daardoor vandaag ook na de training extra verzorgd worden. Maar de verwachting is wel dat hij inzetbaar is. Maar ja, je werpt de vraag ook op. Omdat er ook een goede talentvolle Noor is gehaald. Hè. Die laat zich ook goed zien wanneer hij speelt. Frederik Eusnes. Dennis, ik wil jou heel even onderbreken, want je praat voluit. Alleen de mensen kunnen het thuis even niet verstaan. Dus we gaan snel. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dat je het microfoontje van. Moet je hem wel weer teruggeven zo meteen? Ja, nee, die laat ik heel veel tijd hier staan nu. Die krijg je niet meer terug. Kun je nog één keer kort uitleggen of Toornstra wel het niet gaat halen? Toornstra lijkt fit genoeg te zijn. Hij heeft wat last van het bovenbeen. Maar de verwachting is dat hij inzetbaar is. Maar jij hebt ook Frederik Eusnes die het gewoon goed doet. Ook op die plek. En dit lijkt de eerste wedstrijd te zijn dat er wel echt een keuze gemaakt moet worden voor wie van de tweeën nou op die controlerende rol speelt. Ja. Even microfoontje weer terug. Ja, zo moeten we even improviseren. Niks mee. Ik deel graag. Ja, hoe komt het eigenlijk dat er van dat heersende Feyenoord, dat we wel hebben gezien in... Jongens, het wordt nu baldadig. Het heersende Feyenoord van de maand augustus, waarom daar op dit moment even niet zoveel van overblijft? Ik vind het wel meevallen. Kijk, Feyenoord heeft in die eerste maand waar wij zo enthousiast waren ook niet de beste tegenstanders gehad. En uiteindelijk heeft Feyenoord nu dit seizoen... of deze maand verloren van Utrecht, wat een goede tegenstander is. En daar hebben we het ook wel over gehad, want Utrecht kan de ene week heel goed zijn en een week later verliezen van FC Twente. Tegen Maccabi Haifa had Feyenoord ook kunnen winnen, weet je. Maar weet je, ik vind Feyenoord gewoon nog niet op het niveau wat wij misschien verwachten dat we zijn, omdat we ze goed hebben zien spelen in die voorbereiding, hè, van die Conference League, om daarvoor te plaatsen. En dat waren natuurlijk allemaal zwakke broeders waar Feyenoord tegen gespeeld heeft. Dus ik vind het een beetje vertekend en daarom niet goed om te zeggen dat het opeens allemaal weg is of zo. Okay. Nou ja, het is in ieder geval wel de eerste topwedstrijd voor Feyenoord het komend weekende. Terwijl PSV er al twee achter de rug heeft en ook beide ruim gewonnen. Ja, nee, maar ik ben zeker onder de indruk van hoe PSV zich dit seizoen presenteert. Als je 0-4 bij Ajax wint en 0-3 bij AZ wint, zijn dat denk ik klinkende cijfers. Ondanks dat... de wedstrijd in Alkmaar misschien niet dat wedstrijdbeeld had van een 0-3. Maar daarin heb je ook gelijk gezien waar PSV dit seizoen ook heel erg goed in is. Dat ze met minieme kansen heel veel goals maken. Dus dat ze spelers hebben, vier jongens voorin die goals kunnen maken. Waar in ieder geval niet alle clubs in de Eredivisie in dezelfde omstandigheden ook uitscoren. Dus vier hele goede individuen voorop. Maar daarnaast ook echt een team die met elkaar keihard werkt om het voetbal bij de tegenstander onmogelijk te maken. Sjoerd, kun jij eens uitleggen, waarom kan het nou zo gevaarlijk zijn voor Feyenoord om inderdaad dat gewenste aanvallende spel, dat hoog druk zetten wat Slot zo graag wil, om dat ook in Eindhoven te doen? Ja, dat is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld. Als je met 40 meter in je rug speelt, dan loop je een risico als je tegen jongens als Madueke en Gakpo tegenover je hebt. Hebben ze Vitesse eventueel nog. Ja, dat is gewoon heel gevaarlijk. Dus op het moment dat het druk zetten dan een keer niet lukt en ze spelen er tussendoor,
Ja, daar staat er gelijk eentje alleen voor de keeper. Dus ze zullen dat heel erg moeten kiezen. Slot maakte een vergelijking met die wedstrijd tegen Atletico vanmiddag. Dat was denk ik wel een goed voorbeeld waarin Feyenoord steeds fases van wedstrijden goed aanvoelde. En de momenten koos om het ene moment druk te zetten en het andere moment wat dichter op de eigen goal te spelen. En dat zal in Eindhoven ook moeten, denk ik. Ja, wat moet je in Eindhoven, wat moet je bij PSV als Feyenoord zijnde vooral wel doen? En wat moet je ook vooral niet doen tegen deze tegenstander? Nou, ik denk dat het ook geen zin heeft om zeg maar 90 minuten voor de eigen goal te gaan staan. Dat wil Slot ook niet, dat doet hij eigenlijk nooit. Het gaat vooral om dat je de momenten herkent waarop je het ene moment wel druk kunt zetten en het volgende moment compacter kunt gaan spelen. Want ja, het kan allebei, beide kan niet 90 minuten tegen PSV, want daar hebben ze gewoon veel te veel kwaliteit voor. Nee, maar als je dat zo wil afwisselen, dus zoals jij nu hier propageert, dan moet je ook wel een soort van regisseur hebben. Iemand die dat herkent, aanvoelt. Wie is dat bij Feyenoord? Wie kan dat? Dat is het moeilijkste van dat spel. En ja. Daar is als Slot nog, want ik vind eigenlijk wat Geert net ook zei, dat ze eigenlijk al wel iets verder zijn dan dat je had mogen verwachten. Iedereen was euforisch in die voorbereiding, maar als je er zeg maar van afstandje naar keek, was dat eigenlijk al een soort wonder. Want Slot verwacht natuurlijk totaal andere dingen van zijn spelers dan Dick Advocaat deed. Dus het kost denk ik nog wel even tijd voordat Feyenoord dat helemaal tot in de perfectie beheerst. Dus die geweldige maand augustus was gekker en een moeizame overwinning op Go Ahead en een nederlaag bij Utrecht is wel normaal. Is dat wat je zegt? Ja. Eigenlijk over de hele linie, hoeveel wedstrijden hebben ze nu gespeeld? Een stuk of 8 in totaal? Ja, wel wat meer. Met Europa erbij. Ja. Dan is het gewoon een reëel beeld van wat je mocht verwachten, denk ik. Ja. Wat verwachten ze bij Feyenoord eigenlijk zelf als een eerste topper? Nou, kijk, Feyenoord, als je de wedstrijd tegen Utrecht bijvoorbeeld pakt, dan zie je wel terug dat als je kijkt hoeveel kansen geeft Feyenoord weg, gewoon puur qua veldspel, dan heeft Feyenoord eigenlijk bijna in alle wedstrijden, buiten Elfsborg uit, heeft Feyenoord dat altijd wel goed voor elkaar gehad. Feyenoord geeft niet zo al te veel kansen weg. Die kansen kwamen uit standaard situaties tegen Utrecht. Ja. Dus ja, ik denk dat ze ook wel heel erg benieuwd zijn tegen PSV, wat toch een veel hogere weerstand is, toch twee niveaus hoger weer en lastiger dan Utrecht. Ik denk dat dit echt de lastigste is die Feyenoord tot nu toe heeft gehad. Dat ze wel heel erg benieuwd zijn of dat dan ook tegen die tegenstander lukt, of dat PSV zich er toch, ja, toch doorheen ook weet te combineren bij Feyenoord. Ja, blijf dat wel fascinerend vinden, die standaard situaties die inderdaad gevaarlijk zijn als Feyenoord ze tegenkrijgt. Maar als ze er zelf eentje mogen nemen, een corner of een vrije trap, zelden gevaarlijk de laatste tijd. Ja, dat moet ik zeggen, dat was jarenlang wel het verhaal, maar ook vorig seizoen had Feyenoord al een hoog rendement uit de hoekschop. Ja, als ik dat dan dinsdag zag tegen Maccabi Haifa, dat was dan weer een vervelende uitschieter naar beneden. Goed. Hoe Gutsen af te stuppen, Geert? Zondagmiddag. Mario Gutsen. Nou ja, heb je hem gezien gisteren? Dat is zeker. Maar dat is een teamprestatie. En Guts is nu in goede vorm. En dat is hartstikke leuk om te zien. Want ik kijk graag naar goede voetballers. Alleen ik kijk ook naar waar PSV het moeilijk heeft. En daar zal Slot ook naar kijken. Nog niet zo heel lang geleden heeft PSV bijna een uur tegen 10 man gespeeld. Benfica. Precies. Weet je, en kreeg Benfica het voor elkaar om PSV niet te scoren te laten brengen. Dus weet je, daar en dan is Feyenoord met 11 man. Dus het gaat niet om één speler, hè? Want als ik goede spelers kijk bij PSV, dan kan ik er wel 6 op noemen die een goede doen zijn. Dus dan kunnen we 6 spelers gaan bespreken. Maar ik denk dat Feyenoord heel gegroepeerd zal moeten spelen. En dan maken ze een kans. Aanvallend gezien heeft het niet zoveel zin om zo aanvallend te spelen. Maar verdedigend denk ik dat het wel moet kunnen. En een gelijkspel of een 0-0 in Eindhoven is voor Feyenoord hartstikke goed, hè? Ja, dat is waar. Dat gegroepeerde spelers, zien ze daar ook toe in staat? Nou, ze moeten wel, ja. Weet je, en ook dat zal in de loop van het seizoen beter worden. Net als dat alle dingen, alle facetten van het voetbal in diverse fases beter moeten de komende tijd. Maar Feyenoord zal ook gewoon wel eens tegen betere tegenstanders spelen. En dan zullen ze toch ook daar zich tegen moeten wapenen. Dus we kunnen wel alle dingen verzinnen. Maar ja, het moet gewoon gebeuren als je resultaat wil halen. Ja, goed, over Thorsta net al even gehad. Die Reece Nelson, Dennis, overgekomen van Arsenal. We hadden hem eigenlijk dinsdag al verwacht. Was hij er niet? Is hij er donderdag of morgen nou ook niet? Zondag? Nee, zit nog niet bij de selectie. Ja, het verhaal... Kort gezegd, hij heeft heel lang geen wedstrijden gespeeld. Dus wel getraind bij Arsenal en ook op niveau getraind. Dat doet hij nu bij Feyenoord ook. En dat ziet er allemaal wel goed uit, conditioneel. Maar echt het spelen van wedstrijden en de toch andere belasting, zeker voor een buitenspeler, hè, met starten en explosiviteit. Ja, dat vergt toch weer iets anders. Dus, maar komt dit ook door het harde trainen bij Feyenoord dan?
Nee, niet zozeer. Volgens mij is het echt gewoon dat hij zo weinig wedstrijdritme heeft. En dan zal het bij Feyenoord net even zwaarder zijn dan wat er gevraagd wordt nu in wedstrijden. Maar hij mist gewoon sowieso wedstrijdritme. Maar hij mag toch nog onder 21 spelen? Hij mag toch meedoen met onder 21, ja, maar zelfs dat is... zelfs dat is te veel. Bij dat punt is hij nog niet. Maar dat is wel een beetje gek. Ja. Eigenlijk. Nou ja, je zou zeggen dat als een speler, want dat zeggen ze, dat hij fit is. Nog niet wedstrijdfit, neem hem dan op zijn minst bij de selectie. Want bouw het dan op. Als je hem niet bij de wedstrijdselectie neemt, dan mag je toch aannemen dat hij niet fit is. Als je volledig meetraint. Ik neem aan dat Feyenoord niet alleen maar partijtjes voetvolley op de training speelt. Toch? Nee, dat klopt. Nee, daarom. Dus als je een goede korte partij speelt, 4-4. Of is een goede 7-7 waar je flink aan de bak moet. Ja, dan moet je gewoon... Dat kan zwaarder zijn dan een wedstrijd in de onder 21, noem ik maar even als voorbeeld. Maar Sjoerd, dus... denk jij dat er meer aan de hand is? Nee, nou, ik wil niet een heel groot mysterie opwerpen, maar normaal gesproken... Als je fit bent, kan je wedstrijden spelen. Ja, dan zit je op zijn minst bij de wedstrijdselectie. En ik kan me heel goed voorstellen dat in Engeland wordt over het algemeen heel anders getraind. Er hebben selecties normaal gesproken meer wedstrijden, wordt wat minder intensief getraind dan in Nederland. Slot heeft de trainingsintensiteit natuurlijk ook opgevoerd. Nou ja, het kan best zijn dat hij daar nog even aan moet wennen. En dat ze misschien bij de medische staf zeggen, dat lijkt me niet onlogisch. Jongens, kijk uit, want als we hem gaan overbelasten, raakt hij snel geblesseerd. Ja, en daar lijkt toch een beetje sprake van te zijn. Op dit moment zijn er signalen. Die veranderende trainingswijze, Sjoerd, is er wel allemaal onderdeel van de transitie die Feyenoord aan het ondergaan is. Daar zitten ze natuurlijk nog maar aan het begin van. Hoe kijk jij daarnaar? Wat vind je van die verandering binnen de club? Ja, ik denk dat het logisch is dat het gebeurt en dat het ook moest gebeuren. Dat het eigenlijk wel... bittere noodzaak was in de zin dat natuurlijk de laatste decennia dat je eigenlijk al moeite had om te formuleren waar Feyenoord nu op voetbalgebied precies voor stond. Dat kon je bij clubs als AZ of Ajax of PSV vrij makkelijk duiden. Bij Feyenoord was het al moeilijk. Dat lag er maar aan welk poppetje er stond. Dus ik vind het wel heel, het was bijna onontkoombaar dat daar een zekere verandering in zou komen. En dat zijn ze nu in ieder geval dapper aan het proberen. De vraag is alleen... Als het straks tegen gaat zitten over een lange periode, ze hebben natuurlijk een hele smalle selectie. Ja, hou je dat dan nog steeds rustig en krijg je nog steeds de tijd om dat dan ook daadwerkelijk tot uitvoer te brengen. Ja, en wat is nu op de korte termijn al merk en voelbaar als het gaat om die transitie? Want volgens mij zijn die gasten best wel kapot. Gewoon moe van hoe er gewerkt wordt. Of beeld ik me dat in? De spelers, ik moet zeggen dat valt me nog alleszins mee. Zeker als je bedenkt dat Feyenoord een betrekkelijk kleine kern heeft. En hoeveel, pak bijvoorbeeld eentje uit alle Gusteel. Hoeveel, terwijl die amper heeft gespeeld de jaren hiervoor, hoeveel minuten die dan maakt. Vind ik dat juist betrekkelijk snel is gegaan. En Feyenoord is ook qua blessureleed is het er behoorlijk goed doorheen gerold. Ja, je zou kunnen zeggen Utrecht uit. Merkt hij misschien conditioneel ook wel wat aan Feyenoord. Maar dat was ook de enige. Dat was ook net de wedstrijd waar de kortste voorbereidingstijd tussen zat. Hè, met die wedstrijd donderdag. Dus ik moet zeggen, qua fitheid en fysiek. Ja, alleen bij Senesi dacht je het even. Toen tegen Go Ahead. Die gewoon zonder een tegenstander in de buurt ineens naar zijn been dan grijpt. Dan denk je altijd van, oh jee, zit daar niet iets te veel belasting al op. Dat zou kunnen. Maar Slot kan het er ook niet doen. Weet je, tegenwoordig wordt het natuurlijk veel meer gemeten in de tijd dat ik voetbalde. En zo heel gek lang is het ook weer niet geleden. Alleen, nee, geen grappen maken. Maar waar het uiteindelijk om gaat, als Slot zijn spelers te veel belast met trainingsarbeid, gaat hij dat terugzien in de wedstrijd. En dat is natuurlijk wat hij niet wil. Weet je, ik geloof heel erg als je een voorbereiding hebt. Kijk naar onze collega's aan het oosten van het land. Hè, waar de manier van de Duitsers, hoe zij trainen in de voorbereiding. Bayern München bijvoorbeeld, weet ik dat het echt heel erg zwaar is. Dat een bepaalde manier van trainen is. Dus het moet echt wel kunnen. Maar daar heb je ook wel die voorbereiding voor nodig. Het wil niet zeggen dat als je dan de competitie nu begint en je moet soms twee keer per week spelen, dat je dat zware trainen kan doorzetten. Want er zit een max aan de belasting van spelers. Ja, zo is het. Dus... Ik wil zo met jullie wel nemen nog even naar dinsdag. Naar die wedstrijd die Feyenoord al speelde dus in de Conference League. Eerst nog één keer vooruitblikken op PSV Feyenoord van zondagmiddag. Die topper hebben wij het al even over gehad. Nu op straat. Hoe gaat Feyenoord van PSV winnen dit weekend? Niet. Nou, niet. PSV is beter, maar Feyenoord ook, hè? Gewoon niet. Het is een bijna failliete boedel, die Feyenoord. Dus ja, daar gaat natuurlijk nooit iets meer winnen. Kwalitatief gezien... gaat PSV gewoon winnen. Ja, zijn wel beter, maar dat is wel vaker geweest. Maar toch wonnen ze. PSV ligt ons wel lekker. Ze winnen eigenlijk altijd in Eindhoven. Je hoort toch? Ja, als die uit Amsterdam maar niet winnen, dan vind ik het al lang. Ik ga voor een vieze 0-1. Feyenoord gaat gewoon winnen. 85e minuut aan de corner. 2 of 3-0. En wie maakt hem? Nou, ik kan geen Bottegien meer zeggen, maar ik ga voor Trauner.
Weet je, 3-1, Feyenoord. Met zijn kale kletser. Sorry? Wie die eerste goal maakt, gaat winnen toch? Toi, 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 jongens, zet hem op! Die bal is rond, hè. 11 tegen 11 ook? Ja, toch. Ja, top, dankjewel. Alsjeblieft, fijne dag, hè. Waarom zat er dinsdag tegen Maccabi Haifa niet meer in dan die 0-0? Omdat het gewoon toch wel voor Feyenoord een redelijk zware Europese uitwedstrijd was. Ik snap tenslotte eerlijk gezegd wel na afloop dat hij redelijk tevreden was. Het is ook geen heel slechte elftal. Het was een redelijke tegenstander. Moeilijke omstandigheden, het was bloedheet. Ja, ik vond het niet zo'n slecht resultaat. Het was geen spetterende wedstrijd. Zeker in vergelijking met die wedstrijden die erna kwamen van Nederlandse clubs in Europa. Maar waarom dan niet zo goed? Omdat het wat zwak aan de bal was. En die diepte die je nou zojuist bij Feyenoord vaak graag mag zien de laatste tijd, dat die er niet was. Nee, dat was er inderdaad niet. Maar het is ook wel gewoon een Europese uitwedstrijd. Het is niet zo dat je tegen FC Bal op het Dak de Kuip speelt. Dus ik vond het niet zo raar dat die wedstrijd ging zoals hij ging. Tolle grote kans van Linssen. Mooie combinatie die er aan vooraf ging met Sinisterra en Malasia. Jij als oud spits, wat zie je aan Linssen wat hij nog zou kunnen bijschaven als het gaat om de spitspositie? Nou, dat is meer de handigheidjes die je als nummer 9 heeft, weet je. Kijk, ik heb altijd, en dat heb ik je altijd hier ook uitgesproken, ik heb altijd een vertrouwen gehad en nog steeds in Brian Linssen, omdat ik het gewoon een goede doelpunt te maken vindt. Dat heeft hij bij Heracles laten zien en dat heeft hij bij Vitesse laten zien. En dan kan ik me niet voorstellen dat je dat bij Feyenoord ook niet kan laten zien. Alleen, weet je, hij heeft veel door het team gezworven bij Advocaat, links of in de spits. En nu speelt hij daar vast. En gelukkig gaat hij nu doelpunt te maken zoals je eigenlijk bij Vitesse deed. Hij kwam soms echt snel voor zijn man. Hij kan goed koppen, weet je, hij staat vaak op de goede plek. Alleen als spits, kom je anders op een andere manier voor het doel dan als je vanaf de linkerkant komt. En dat zijn die kleine dingetjes waaraan die nog een beetje kan werken. Waarin hij dat nog een beetje in zijn vingers moet krijgen. Maar voor de rest heb ik het idee dat hij dit seizoen minimaal 15 doelpunten gaat maken. Gaat hij het echt in zijn vingers krijgen? De spitspositie? Jawel, en zeker in de manier waarop Slot wil voetballen. Daar past hij natuurlijk op zich wel in. En ik snap ook wel dat Slot daar wel tevreden over is. Ook in de druk zetten doet hij natuurlijk alles wat er van hem gevraagd wordt. Dus dat is prima. Alleen, het is niet topkwaliteit. Het is een speler voor net onder de top. Past ook bij Feyenoord, dat geldt voor de meeste spelers. Maar het is natuurlijk geen spits van een van het kaliber, Xavi, Haller. Je kijkt buiten Rotterdam. Wij kijken dan binnen Rotterdam. Kiepric van Persie. Verleden. Ja, precies. Kienval. Nee, dat is natuurlijk dingen. Niet. Ja, nee. Maar het is een bruikbare speler van wie ik het logisch vind dat hij er op dit moment in staat. Ja. Wat zegt die uitslag van dinsdag jou als het gaat om de pool, Dennis? Want dit is wel op papier op voorhand. Zeg je, als er een van die uitwedstrijden is waar je een resultaat kan halen of waar je misschien zou kunnen winnen, dan zou je op voorhand zeggen, oké, dat zou dan deze zijn. Want uit bij Union Berlin, of laat staan bij Slavia Praag uit, dat wordt denk ik, gezien de resultaten van Feyenoord in het verleden Europees uit, wordt heel erg moeilijk. Maar ja, dat dachten we vorig seizoen ook van bijvoorbeeld Dynamo Zagreb uit of CSKA Moskou uit. En dan pakte Feyenoord ook een resultaat en liet het opeens tegen Wolfsberger afweten. Dus ja, in de glazen bol kijken heeft vaak niet zoveel zin. En beginnen met een punt in een uitwedstrijd, thuis je werk doen, dan ben je wel al eventueel een heel end. Ja, dat zou dan eventueel misschien die tweede positie, waarbij je ook overwint het voor een play-off. Leuk trouwens, Conference League. Nieuw toernooi? Ja, ik vind het wel leuk. Vind je het leuk, ja? Ja, ik vind het best wel leuk hoe het nu is opgesplitst. De Europa League heeft een soort upgrade gehad. Die pools die schurken inmiddels best wel tegen de Champions League aan. En die Conference League, je kunt er badinerend over doen. Maar er zitten toch wel heel veel leuke, kleurrijke clubs tussen. En laten we eerlijk zijn, het past op dit moment ook een beetje bij de status van Feyenoord. En in die Conference League heb je een betere kans om punten bij elkaar te sprokkelen. En ook wat geld bij elkaar te sprokkelen dan in de Europa League. En de coëfficiëntielijst, daar is die ook wel lekker voor. Zeker. Want je krijgt net zoveel punten als je een wedstrijd nu in die poolfase vindt, als dat je een wedstrijd in de Champions League wint. Dat is voor Nederland ideaal. En als het slaagt en je haalt straks 2 Champions League plaatsen, dan profiteert iedereen er uiteindelijk van mee. Ja. Dan even iets, wat jij net ook even aanhaalde. Waarom gooit Feyenoord niet het hele stadion open als dadelijk die 3 thuiswedstrijden in de Conference League zijn? Ja, nou, Feyenoord heeft heel vaak boetes gekregen. Hè? En dan gaat het vooral om of vuurwerk of het bezet houden van die trappen of allebei. Hè? De trappen achter de goal. En Feyenoord heeft nu besloten om voor die vakken, achter de goal met name voor 5 vakken, om daar niet alle kaarten van in de verkoop te doen.
Ja, en dan zou je kunnen rekenen van, hey, wat kost die boete en wat kost dit je uiteindelijk? Hè? Is het middel niet erger dan de kwaal? Kun je dan, door minder inkomsten? Ja, door, precies, ja. Want die drie Europese wedstrijden, €88 per stoertje, als je tussen de 2 en 4.000 niet doet, reken door. Dan zou je kunnen zeggen, dat is hoger dan die boetes. Alleen ja, kijk, bij Feyenoord zijn ze ook niet achterlijk. En heel veel van die boetes van de UEFA, er zit ook nog een voorwaardelijk stempel. Dus het wordt trapsgewijs, wordt dat steeds hoger. Mooi. Ook het bedrag wat je als boete... Over de trappen, trapsgewijs. Ja, scherp. Je had hem zelf niet in de gaten. Het was nog niet eens een bewustzijn deze keer. Nee. Koning van een slechte woord. Oh. Dus nee, dat moet je ook mee rekenen. Dat risico dat het uiteindelijk die boete steeds hoger worden. Of dat je een heel vak moet leeghouden. Kijk, je hebt wel de kans nu ook dat je en deze inkomsten misloopt. Dat je minder kaarten verkoopt. En die mensen gaan alsnog dicht bij elkaar staan straks. En je krijgt alsnog ook die boete eroverheen. Maar dat is een beetje een scenario wat ik vrees. Ben ik te kort door de bocht als ik zeg dat Feyenoord het aan zichzelf heeft te danken. Dat er vuurwerk wordt afgestoken. Dat het mee naar binnen wordt gesmokkeld. En dat de trappen vol zitten. Dat doet Feyenoord toch zelf? Hoezo? Nou, in controle. Weet je? Op het moment dat, ik weet niet hoe jij wel eens, als je op Schiphol komt, hoe jij gecontroleerd wordt. Nou, de ballen zijn nog net je broek niet uit, maar voor de rest wordt er niet gecontroleerd. Voor de rest, je kan echt niks bij hebben. Nee, dat is onmogelijk. Ja. Dus als je het goed doet, dan hoe ga je dan al dat vuurwerk mee naar binnen krijgen? En als je mensen op de trap hebt, en die, oké, die moet je betalen, die stewards, dat begrijp ik ook wel, maar... Dat is, levert ja, meer dus op dat, dan de boete die je... Dat is wel een probleem momenteel wat je sowieso in heel die sector... Er zijn gewoon nog maar heel weinig stewards. Hetzelfde geldt met wat je in de horeca in heel veel stadions... Mm-hmm. En dus ook in de Kuip als probleem. Heel veel van die horeca loketten zijn dicht. Simpelweg omdat dat personeel niet te vinden is. Maar in het verleden werd er toch ook vuurwerk afgestoken, terwijl dat niet mocht? Toen zaten we toch ook pre-corona. Sjoerd, hoe kijk jij naar? Want ja, je straft hier natuurlijk meer mensen die niet verantwoordelijk zijn voor die boetes... dan die er wel verantwoordelijk voor zijn. En dan zijn er supporters die zeggen... ja, dit is onderdeel van het ruwe randje dat Feyenoord uit de supporters wil halen. Ja, het is een eeuwig dilemma. Want dat ruwe randje is ook wat Feyenoord tot een bijzondere club maakt natuurlijk. En waar het ook zijn identiteit aan ontleent. En waar ook heel veel culturele waarde in zit, zou ik maar zeggen. En tegelijkertijd zitten ze vaak in de weg. Dit is het dilemma van Feyenoord in een notendop. Als je directeur wordt van Feyenoord, dan zul je hier altijd mee te maken krijgen. En dat is echt heel moeilijk. Ja, en maar dit gaat ook één op één toch wel zijn weerslag hebben op de wedstrijden, op de sfeer in het stadion. En daarmee misschien ook wel op de prestaties van het elftal. Dat zou kunnen. Tegelijkertijd, ja, je kunt inderdaad niet eeuwig doorgaan met die oneindige boetes voor dat vuurwerk. En het lijkt mij inderdaad, dat Geert zet natuurlijk wat in. Controle zou op zich georganiseerd moeten worden. Maar nou, een scherpere controle, want die is er natuurlijk wel. Hè? Nee, dat zou beter kunnen natuurlijk. Die fakkels die zijn ongeveer zo. Dus op zich zou je dat moeten kunnen controleren. Alleen die stewards in het stadion is natuurlijk wel moeilijker. Dat is in de praktijk, dat lijkt makkelijk gezegd, maar die hebben natuurlijk ook geen enkele zeggenschap. Dat zijn over het algemeen mensen die hebben dezelfde status als, hoe noemen die mensen, stadswachten? Boa's. Ja, wilt u afstappen van uw fiets? Als je nee zegt, kun je gewoon doorfietsen. En dat werkt in een voetbalstadion zeker... Zo zien ze dat zelf niet trouwens hoor, die boa's. Nou, die, op vak S wil ik het nog maar zien of die boa's, of die boa's net zo stoer blijven. Ik weet eigenlijk niet of het gebeurt. Of stewards daar in die vakken, die dus nu ook minder worden... Of ja, die deels worden afgesloten. Of die stewards wel eens zeggen tegen die gasten en ook wel dames misschien... van jongens, ga nou niet op die trappen staan. Het gaat de club geld kosten. Ik weet niet of dat gebeurt. En als het gebeurt, of het zin heeft. Dat laatste. Ik zie de stewards zijn altijd herkenbaar aan de gele hesjes. Die zie ik op heel veel plekken. Maar die zie ik niet op de trappen staan op RSNT. Weet je? Want anders zou je... Weet je, dan kan je ook nog aan de UEFA laten zien... Ja, weet je, we proberen ons best te doen. Maar dat zie ik ook niet. Geert, jij zat zelf op de bank, hè? Ik heb bij clubs op de bank gezeten, nou, Nou, je werd toen bij de Graafschap wel eens gepasseerd. Omdat er een toen nog hele jonge, jeugdige spits zijn opwachting maakte met jeugdpuisjes en wel. Ja. Weet je wie ik bedoel? Ja, nee, je vraagt je wel eens af hoe mensen ergens terechtkomen. Luc de Jong. Ja. Jij moest plaatsmaken voor Luc de Jong. Ja. En die is inmiddels gedebuteerd voor FC Barcelona. Ja. Ja, nee. Weet je, we hebben Luc de Jong bij Sevilla gezien en daar heeft hij goede dingen gedaan. Dus ik vind het hartstikke leuk voor die jongen. Alleen,
ja, of hij nou echt... laat ik het anders zeggen. Hij is naar Barcelona gegaan omdat Barcelona in deze fase zit van financiële perikelen. Daar ben ik helemaal niet geïnteresseerd. De reden waarom ik hier even over begin is omdat ik zo benieuwd ben. Want we zijn natuurlijk best wel verrast. Dat ik nog daar kom. Nee, ik nee, niet jij meer. Gaat daar zeker niet komen. Nee. Maar we zijn natuurlijk wel verrast dat hij er wel is gekomen. En ik was ook benieuwd toen dat nieuws van de week kwam. Wie zou nou de volgende Feyenoorder zijn na... Nou, pak een beet. Van Bronckhorst, Van Persie, Wijnaldum, De Vrij. Wie is nou de volgende die de stap zou kunnen gaan maken naar een internationale topclub? Sjoerd. God allemachtig. Ja, dit zijn dit is wel een bijzonder bruggetje. Ik slaap bruggen, dat hou je... Ik moet even nou, waar gaat hij heen, waar gaat hij heen? Heb je hem door nu? Ja, nu heb ik hem door. Ja, Bijlo. Lijkt mij. Ja, god, dat kan een internationale topkeeper worden. Ja, ja. En als Malasia zich binnen 2 jaar... groots doorontwikkeld, dan zou het kunnen. Maar jullie hebben het ook, ik had het over Europese top, hè? Dat is waar jullie ook, waar het gaat om Bijlo, wel aan denken. Bijlo heeft alles om dat te kunnen halen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je het haalt. Ja. En bij een keeper moet je ook nog een beetje geluk hebben. Af en toe, dat je bij een club binnenkomt, dat je ook kunt spelen. Er is natuurlijk maar 1 positie te vergeven. Hij heeft blessures veel gehad, dus ook nog maar afwachten. Ook heel erg aan Rotterdam en familie en vrienden gehecht. Dat zeker, maar hij mag ook maakt hem ook uniek trouwens. Hij mag ook nog 5 jaar bij Feyenoord blijven en vervolgens pas een stap maken. Ook prima, maar die heeft de potentie natuurlijk wel. Hij is technisch, ja, vind ik echt een van de beste keepers van de laatste 15 jaar. En jij kan het weten? Nou ja, dat niet per se, maar... Voor de duidelijkheid, jij bent zelf ook keeper. Dus. Goed, hij is in ieder geval de meest besproken Feyenoorder van de laatste dagen en weken. Justin Bijlo had ook een belangrijke rol in een editie tussen PSV en Feyenoord een paar jaar geleden. In 2018, toen in de strijd om de Supercup. Toen was hij beslissend, in positieve zin, voor Feyenoord. Nu, een paar jaar verder, is keeper een ander mens en een andere keeper geworden. Ook gewoon een mentaal vlak. Gewoon met jezelf bezig zijn, jezelf focussen. En ik denk dat ik in dat opzicht heel veel stappen heb gemaakt. En ik denk dat ten opzichte van toen dat het wel iets veranderd is. En hoe merk je dat, die ervaringen dat je daarvan hebt geleerd? Is dat je situaties eerder herkent? Of hoe je bent gewoon rustig in elke situatie. En je laat eigenlijk soort van op je afkomen en vertrouwen op je eigen kunnen. En dan kan je daar naartoe handelen. En tenslotte, jullie hebben dinsdag nog gespeeld. PSV gisteravond natuurlijk nog. Zou dat ergens nog een klein voordeel voor jullie kunnen zijn? Net wat meer rust richting zo'n topper? Het is natuurlijk altijd lekker als je wat meer rust hebt. Maar ik denk ook dat het denk voor PSV zijn dat het lekker is als ze gelijk in een ritme zitten van wedstrijd naar wedstrijd. Maar je kan twee kanten bekijken eigenlijk. Je kan zeggen dat wij meer rust hebben. En je kan tegen hen zeggen dat ze gelijk in een soort flow zitten met wedstrijden achter elkaar. Dat is niet mijn auto, hoop ik. Ja. Oh ja, het klonk een beetje alsof er de winnende in de Kuip werd gemaakt. Het was geloof ik een glasbak die werd geleegd daar. Om de hoek van die persconferentie. Goed, we gaan Bijlo zien met Feyenoord zondag in Eindhoven tegen PSV. Sparta speelt vanavond al thuis tegen NEC. Dat gaat op zoek naar de tweede overwinning op rij en ook direct van het seizoen. Met Mika Pinto, want die is... Zou geschorst worden, toen niet. En nou misschien weer wel. Kun je nou eens uitleggen hoe het zit? Ja, ik kreeg rood tegen Go Ahead. Toen ging Sparta in beroep tegen de schorsing die was opgelegd. Sparta kreeg erin gelijk, omdat er onvoldoende bewijs was van ernstig gemeend spel. En daar is de aanklager nu weer tegen in beroep gegaan. Omdat hij zegt, we hebben hier gewoon de beelden en de verklaringen. Hoezo onvoldoende bewijs? Dus er wordt vervolgd. Maar totdat daar de terugcommissie zich weer over heeft gebogen, is die gewoon inzetbaar. Lekker de puinhoop ook, af en toe toch daar. Ja, heeft Sparta ook een huisjurist à la Van Benten? Of? En heeft ze die even kunnen huren? Ja, dat zou ze eigenlijk moeten doen. Ja, nee, maar het is toch raar dat hij is vrijgesproken? Weet je, het was zo... Ja, vormfout, hè, Geert? Dat was het verhaal. Ja. Het stond niet goed op papier. Nou ja, als dat de reden is, het oké, maar onvoldoende bewijs. Weet je, de beelden, wat moet je meer hebben dan beelden? Nou, het gaat erom, er is gezegd ernstig gemeen spel. Ja. En dan is de vraag wat Sparta zegt, van nee, hij had niet de intentie om hem af te zagen. Hij was gewoon... te laat of hij raakte wel even hoe je het onderbouwt. Dus het is niet ernstig gemeend spel. En dat is wat hem te last is gelegd. Ja, maar en daar krijgt Sparta in eerste instantie nu gelijk in. Of ik die in ieder geval de beelden onderschrijven niet dat het ernstig gemeend spel is. Goed, we gaan Sparta vanavond bekijken tegen NEC. Zonder Tom Beugelsdijk trouwens. Die is er niet bij. Dat is wel een aderlating voor de ploeg. Hoe vind je dat Sparta ervoor staat? Hebben ze de boel op de rit, denk je? Sparta heeft een beetje volgens mij de valkuil dat ze het vorig seizoen zo goed hebben gedaan. Dat je er bijna geneigd bent als Sparta supporter om er hetzelfde van te verwachten. En dat wordt denk ik heel moeilijk. En ze zitten wat dat betreft een beetje in een soort spagaat. Hè. Je hebt dat bij clubs als PEC Zwolle ook wel eens gehad. Die hadden dan een goed seizoen. Ga je door investeren
Of trap je ook een beetje op de rem? Ja. Dat zijn een beetje tussen wal en schip clubs. Hè? Die zijn niet gegarandeerd van enorme inkomsten. En dat dreigt bij Sparta ook? Ja, ik snap wel dat er intern discussie over is. Hè? Tussen La Rose en Van Stee. En dat is wel een soort glad ijs. En de voetbalkant wil doorinvesteren met goede spelers. Ze hebben natuurlijk ook goede spelers verkocht de laatste jaren. La Rose die denkt, ja wacht even. Als we straks het hele budget omhoog gaan gooien en het zit een keer tegen. Kun je ook in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Maar dat is een moeilijke dun lijntje. Ja, zeker. Goed, we gaan dat met veel plezier en interesse bekijken allemaal. Om te beginnen dus vanavond voor Sparta thuis tegen NEC om 8:00. En dan spelen ook Excelsior en FC Dordrecht in de eerste divisie. En wij zijn allemaal bij op de radio vanaf 7:00 zometeen. En daar mag ik ook nog eens onderdeel van zijn. Dus daar zie ik zin uit. Sjoerd, Mossou, bedankt. Tot de volgende keer. Het mag wat kosten vandaag. Ja, alleen maar kwaliteit. Dennis van Eersel, ook weer dank. Geert, was weer leuk. Ja. Kan er nog een lachje vanaf? Ja, nee, zeker. Nee. Maar Sparta, we hebben te weinig tijd aan Sparta besteed. Doen we een andere keer. We moeten zo meteen door op YouTube nog even, weet je wel? Ja, doen we dat. Zullen we dat doen dan? Sturen we dat op naar de Sparta supporters. Doen we dat. Dank voor het kijken. Tot maandag. Dan is de buurman van Sjoerd hier, Robert Maaskant. Tot dan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Bauhaus ten Horen, Paul en Paul en Kia Autobedrijf De Beer. Nou, als altijd op YouTube nog eventjes doorpraten met onze analist. En Geert den Oude heeft zelf bepaald waar we het over gingen hebben net in de uitzending. Want je vond dat het net te kort ging over Sparta. Ja. Waar je overigens gelijk in hebt. Maar ja, ik zal het dan even uitleggen. Sparta speelt straks om 8:00. Ja. Wij zijn hier nu net om 6:00 klaar. Dus ja, zo'n uitzending wordt natuurlijk continu herhaald. Dus dan beslis je met de redactie. Nou, dat doen we vandaag iets korter. Over Sparta, omdat het natuurlijk een volgende keer weer langer over Sparta Ik kan me herinneren dat ik vorig jaar op vrijdag om 6:00 een voorspelling deed over de wedstrijd. En dat uiteindelijk dat dan op zaterdagmorgen ook nog wordt uitgezonden. En dat de uitslag echt precies andersom is dan ik zei. Ja, dat dus het is ook wel dat weer... Het is eigenlijk ter voorkoming voor een weer een flater van jou. Dat hoort er toch bij. Wie is de eerste spits? Wie is nou jouw favoriete spits bij Sparta? Die? Oh, daar hoef je er niet over na te denken. Nee, natuurlijk die. Maar een Sparta supporter zal ook Emega zeggen. Ja, maar die moet er nog komen. Ja. Weet je, die jongen. Of is hij er nog niet dan? Nou, nee, want hij staat nog niet... Hij staat nog niet in de basis. Nee, precies. Nee. Weet je, en die heeft vorig seizoen uitstekend gepresteerd met, geloof ik, 15 doelpunten. En dat is voor een spits van Sparta hartstikke goed. Maar hoe lastig is dan om dat... Nou ja, natuurlijk minimaal te evenaren is al lastig zijn. Maar dan ligt er natuurlijk een druk op die jongen. Dan is er een verwachtingspatroon gecreëerd. Nee, dat heeft met het hele team te maken. Kijk, die is geen speler die individueel Sparta naar een hoger niveau brengt. Het is gewoon een teamprestatie. En als spits, op het moment dat het goed loopt, kan je daarvan profiteren. Weet je, maar weet je, ik was bij Excelsior ook. Ik maakte ook 12 doelpunten in de Eredivisie. Maar dat was niet omdat ik per se zo goed was. Nee, mijn buitenspelers gaven mij veel ballen. En ik moest alleen maar zorgen dat ik er stond. Wie waren dat ook weer? Die was voor mijn tijd. Aan de linkerkant hadden we Korf, onder andere. En aan de rechterkant hadden we... Ja, een donkere jongen. Ik ben zijn naam even kwijt. Die scheurde wel zijn kruisband, terwijl die onder de douche seks met zijn vriendin had. Dat was die jongen, weet je nog? Nee, dat weet ik nog niet, maar dat zijn dingen die jij onthoudt. Ja, zijn naam weet je niet meer, maar dat weet je dan nog wel. Santino Lopez denk ik dat die heette, ja. Oh ja, nu begint het alweer te dagen. Ja. Maar Engels is ook gewoon nog steeds Spartaan, is ook een aanvaller. Zeker. Maar daarvan zeggen toch ook wel Sparta supporters van dat zien we toch minder zitten. Vinden we een beetje een jonge juffrouw. Hij heeft wel een klein beetje die uitstraling, maar dan weet hij ook nog een beetje waar hij aan moet werken. Kijk, hij heeft ook een beetje dat slungelige, dus dat, ik begrijp dat wel, maar uiteindelijk wordt hij ook afgerekend op zijn doelpunt. En als hij merkt dat hij fysiek gezien tekort gaat komen, dan zal hij wat extra werk moeten doen. Als je kijkt naar, dat is misschien een gekke vergelijking, maar als je kijkt wat Cristiano Ronaldo doet... om te zijn wie hij is. En dan heb ik het vooral over zijn fysieke staat, terwijl hij 36 is. Ik denk dat daar heel veel voetballers, inclusief mezelf in die tijd, een mooi voorbeeld aan kunnen nemen. Dus als je wat wil bereiken, zou je daar soms meer moeten voor investeren dan iemand anders. Mm-hmm. Nou hadden ze bij Sparta natuurlijk wel een matige start. Dat viel een beetje tegen, maar na zo'n overwinning op Fortuna krijgt iedereen op het kasteel toch wel weer last van een goed humeur. Ben jij overtuigd dat Sparta uiteindelijk dit jaar wel gewoon doorkomt en weinig zorgeloze tijden zal kennen? Nee, Sparta gaat zeker wel zorgen kennen, omdat ik ook vind dat... De manier waarop er aan het begin van het seizoen is gespeeld nog niet overtuigend was. Fortuna was een goede overwinning. Maar kijk, vanavond komt NEC naar het kasteel.
En dat als is, mensen dit kijken, Geert, is dat al gisteravond klaar? Is NEC... Of vorige week. Ja. 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 Maar in ieder geval vrijdag 17 september was het Sparta NEC op het kasteel. Ja. En het zou... ik heb NEC de afgelopen weken gezien. Niks mis mee, hè? Nee, precies. Ja, nee. Kijk, die hebben een pak slaag van Ajax gehad. Eerst, ja, ja. Maar dat mag. Ja, dat heeft Sporting Portugal ook, ja. Precies, ja. Lissabon ook gekregen. En daarna heb ik hele goede dingen gezien van NEC. Dus Sparta gaat het heel erg lastig, of heeft het heel erg lastig gehad gisteravond tegen NEC. Nou, het wordt nu baldadig. Dat was het trouwens tijdens de uitzending ook. Ik denk dat Sparta niet zomaar gaat winnen vanavond. Maar misschien slaat het helemaal nergens op wat je nu zegt. Want als dit is mensen kijken... Is vaker voorkomen, daarom. Maar... Dus we gaan lekker kappen. Dankjewel, Geert. Tot snel weer in FC Rijnmond. We zijn er weer maandag. Veel plezier vanavond. Ja, dag.